een slecht moment, want ik kom net uit de film. En ik ben nog helemaal, is het in shock, in trance, ongerust, onthutst. Ja, dit is een hele wrange film. Hij gaat over wraak, hij gaat over rechtvaardigheid, over het systeem, over haat. En het is een heel knap drieluik, want je identificeert je ogenblikkelijk met de slachtoffers. Yo, 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 welkom bij de familie Sekerji. Zeg maar hallo. Yo. Yeah. Hallo. Wir sind voll out. Ich hole euch wieder ab. Danke. Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich davon. Je gaat helemaal mee in het drama. En dat is dus een heel knap geconstrueerde film ook. Ik voelde me heel erg betrokken bij wat zij door moest gaan. En je wordt een soort van vriend van haar. Ik durf mezelf niet wijs te maken dat ik me één op één kan voorstellen wat het betekent om een vrouw en kinderen kwijt te raken. Dat wil ik me ook eigenlijk niet helemaal voorstellen. Maar ik ga wel mee met dat wat ik heb gezien en heb gevoeld. Of ik dezelfde keuzes zou maken is helemaal niet relevant. Maar dat ik voel wat de pijn teweeg brengt en wat twijfel teweeg brengt, dat is wel belangrijk. En dat is zeker overgegaan.